Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van 6 groene etalages langs de Waterlandseweg. Daar wordt onderzocht en getoond wat je met groen kunt doen. Vandaag komt de officiële opening van de etalages. Hier op de Kemphaan is eigenlijk de centrale plek waar mensen kunnen zien en lezen waar het eigenlijk over gaat. Het gaat eigenlijk over van wat groen eigenlijk allemaal voor en met mensen kan doen. We zijn de groenste, grootste stad van Nederland. En dat is mooi dan ook onze aanrijroutes ook zo groen mogelijk in te richten. Dus daar ben ik erg blij mee dat de 1100 bomen eigenlijk een soort stadsallee richting Almere nu gaan opleveren. Over de eerste bak hebben ze aangeplant wat met elkaar de aftrap heeft gegeven voor de etalages. Nou, de etalages laten zien wat de functie van groen is in de stad, om een stad gezond en groen te houden, maar ook wat bos en groen kan betekenen voor de gezondheid van mensen. Het bijzondere van die bakken is dat ze gemaakt zijn van hout en niet zomaar hout, het is gemaakt van eschhout. De esch is een hele bekende Flevolandse boomsoort, maar wat er gebeurt is dat de esch ziek geworden is. Dus dat is een hele grote uitdaging voor ons als Staatsbosbeheer. Wat we hebben gekeken is van hoe kunnen we die uitdaging omzetten in een kans. De essen zijn we lokaal gaan verwerken en dat hebben we gedaan met kwetsbare burgers uit de stad. En het motto van de provincie is vlot, veilig en duurzaam. Dus je moet Almere vlot kunnen bereiken op een veilige manier. De Waterlandseweg was niet veilig zoals het was. En we proberen dat op zo'n duurzaam mogelijke manier aan te leggen en ook in te richten. Maar we zijn ook met de studenten steeds bezig. Van wat betekent groen in de stad eigenlijk? Wat is groen in de stad? Wat betekent het voor de gezondheid van mensen? Wat betekent het voor het welzijn van mensen? Maar ook wat betekent het voor de natuur? Nou, we willen natuurlijk continu laten zien dat groen heel belangrijk is. En elke dag als je over de Waterlandseweg rijdt en je de etalages ziet, nou, dan doet je dat natuurlijk weer beseffen wat de waarde van groen is.